Tá no Shiny! Tem no Shiny! Shiny, cara! Intro van jullie, dan gaan ze hey, we gaan vandaag Pokémon Black openen. Hallo iedereen. Ja, ding is, wanneer hey Pokébros! De Slowbros! Ja! Oh, nee, ik was al fout. Wat gaan we vandaag doen? Vandaag gaan we drie tents open doen. Ja, en je hebt weer geslaan om die tents. Ik sla altijd op die tents. Voor de mensen van de community, als jullie niet willen dat jullie altijd zo boeven op de tent slaat, laat het weten. Hit de like button als hij niet meer op de tents mag slaan, oké? Okay? Ja, en hit de like likes, button. Bij likes mag je niet meer op de tents slaan? Bij 10 likes. Een tweede like is als Enzo hit de like button als Enzo geen gebarentaal meer mag. Ja, we gaan er aan 20 likes voor als Enzo geen gebarentaal mee mag doen. Oké. Dus de bedoeling is dat we de Shiny Charizard trekken, hè? Van 300 à 400 euro. Ja. Nu al opgeboden. Ik wil het Mewtwo. Of de Mewtwo, dat is ook al redelijk verhaald. Zullen we dat zo bieden op de Mewtwo? Ook nou voor 100. Voor 100, hè? Maar 50 waard. Ja. Oh. Wie wil er als eerste kiezen? Welke ga jij kiezen? Nee, ik ga het u niet zeggen. Oh, het gaat iets gebeuren. Ik heb zelfs geen voorkeur. Ze wilde een box kiezen aan. Dan ging er voor de minste aan. Nee, ik weet het niet. Ik heb zelfs niet gekeken. Dan kies ik altijd die niet. Ja, Sven, kies de box. En ik kies de box. Anders zal het niet te lang duren, hè? Deze box. Ja, oké. Dan pak ik deze box, ja. Ja, we gaan eraan beginnen, hè. Oei, er zit al een blitz in, voel ik, aan de box. Maar, ja, echt. Ah nee, overal! Waar? Nee, voel maar. Is zo'n ribbel? Jawel, wat is dat? Ja, een beetje van mijn doosje blijven. Ja, we gaan eraan beginnen, hè. Ik had al betaald, hè. Hé, je box open nu, Sven. Hoe cool is betaald, ja, is. Ja, ik ga kijken. Ja, maar kijk, het is tegen elkaar, hè. Tegen elkaar. Het is in een box battle, hè. Hij wil zijn een Shiny Charizard doen. Ja. Ik zal ondertussen mijn Shiny Charizard doen. Dus de Charizard, ik vind eigenlijk die Hyper Rare is heel hoog aan het gaan qua prijs. Ik vind het eigenlijk wel spijtig. Want... Kijk, dus dat is de promo kaart dat we hebben. Dat is een mooie kaart wel nog, hè? Ik heb het gevoel dat de Pokémon-markt meer en meer om geld begint te draaien. Wat ik wel spijtig vind. De enige echte Shiny Charizard die er bestaat, dat is deze. De blauwe. Dat is de Plasma Storm. Kijk, Shiny Charizard. En het is altijd zo, als je in een box die boosterpacks haalt, en welke PSA, dan er vier verschillende arts in zitten. Kijk, vier verschillende arts zitten erin. Ja, is dat? Altijd. Ja, bij dieren was dat ook zo. Dus eigenlijk hopen we deze te trekken. Deze? Nee. Maar we vinden het wel spijtig dat die prijzen zo hoog gaan. Kijk, en het is in een box. Het ziet er wel schoon uit, hè, met die Charizard erop hier. En Gyarados. En dan hier ook de Charizard. En de Gyarados natuurlijk. En de Raichu in. Mooi, hè? Ja, we gaan eraan beginnen, hè. Sven, je moet die spel open doen. Ja. Waar is die voorbereiding? Ik ben klaar. De tender test. Ik ben klaar. Doe maar al in open. Ja, doe maar in open. Ik ga expres. Je moet niet zo... Niet de Charizard ons laten doen, omdat je denkt dat hij de beste kaarten hebt. Is dat altijd de witte code? Ja, het is altijd de witte code, ja. En doe maar vlot open, hè. Gelijk die hier, hè. Niet zo een half uur per kaart. Ja, maar ik zoek al daar soms mee. Ja, maar ik vind, ja, het moet een beetje vooruit gaan. Kijk, we zitten al op 3 minuten aan. Ja, dat komt door al uw gebabbel, ja. Dat ga ik niet aan doen, hè. Kijk, ik heb ook zo'n Charizard. Ja, man. Dan moet ik die niet betalen, die box. Ja, tuurlijk moet je die box betalen. Ik dacht dat over de YouTube-channel. Ja, dat is van de pot. Een beetje hier gaat, hè. Nogthans, de Peter van ons zoontje, maar dat kan er niet af, een box. Hoeveel is het voor een box, trouwens? Voordat ik hem open doe. 23 euro. Heb dat maar open. 23 euro. Kijk, ik ben er klaar voor. En met de code. Ja, het is altijd de witte code. Ze verkopen ze voor 40 cent. Ja, oké, ik ben er klaar voor. 40 code? 40 cent. Mag ik hem hebben? Nee, je mag hem niet hebben. Hè. Waarom? Dus is het weer mijn energy? Ja, ja, het is weer mijn energy. Dat is energy. Vuur.
Ja, doe maar. Oh, ja, ja, ja. Ik voel het twee keer glad. Clefairy. Kan dat? Slowpoke! Slowpoke! Ga maar vooruit. Slowpoke! Pikachu! Pikachu! Pika Pika! Charmander! Wow, dat is een lucky card. Pokémon! Zelfs de pack! Oh nee, nee. Pokémon nee. Dat was nee. Dat was spannend, hè? Snake? Metapod? Articuno? Sabrina? Chansey! Oh! Dat is wel bezig! Dat pak je zo goed, hè? Met trap! Shiny kaart! Dat is al goed, dat is al. Ik weet ook niet meer dat die waard is, die shiny kaart. Bam! Dansen, happy dance. Zapdos! Happy dance, alle happy dance. Stolar! Doe maar een happy dance. Als je geen happy dance doet, heb je geen geluk dan. En doe nooit happy dance, maar je trekt ook nooit goede kaart. Jawel, jawel, jawel. Ik ga ze bij dit jaar zo trekken. Nee, hé! Was het, hè? Met je packs? Ja! Het duurt veel te lang, en met u? Oké, oké. Ik ga de spannende muziek een beetje stiller zetten. Dus ik moet ook één. Het is wel wezen, shiny kaart. En jij bent dood aan de camera al. Ja. Ik ga de spanning een beetje inhouden. Ik ga de mijne al klaarleggen. Dus we hebben al een type 0. Shiny. Oh, ik heb al een hit. Oké. Voltorb. Ik had gewoon zo een koffie. Oh, weer een witte koon. Mimosa. Koffing. Snake. Die zit hier heel mee. Cubone. Ja, ik zit een beetje te wachten. Koffiestrap. De gym. Lynchers. Arbok. Ja. Cobra. Oh, die ik had ook een Electrode. De Electrode brengt geluk. Jigglypuff. Axe. Dat is Cubone. Niet goed, hè? Maar dat is wel zot. Cubone. Dat is wel zot. Kleine opmerking van Cubone. Cubone. Dus ik ben een grote fan van Cubone. En Cubone draagt de schedel van zijn mama op zijn hoofd. En wat gebeurt er met zijn mama dan? Zijn mama is gestorven. Oh, ja. Door zijn geboorte? Ja. Er is één kaart waarop dat Cubone ook staat te wenen, terwijl dat er een kindje en de mama in de arm zitten. Dus Cubone is eigenlijk een very sad Pokémon. Dat wist je niet, hè? Ja, ik weet het. Met dat pot. Met Sabrina? Oh, ik heb Charmander al gehad. Ja, Charmander. Oh! Bam! De shiny Bennett! 8 euro! 8 euro? Ik denk dat zoiets is, maar op de schatting. Ja! 4 euro, hè? Wat is dat hier allemaal? Hij heeft zijn tinnen box al zeker terugverdiend. Dat is goed, hè? Ik ben mijn kaart kwijt. Ik ben mijn kaart kwijt. Hierin! Ah, oké. Okay. Paniek. Bonetta. En ze is nu momenteel aan het winnen. Bonetta. Zeer hard is hij aan het winnen. Met de Bonetta GX. En nog twee. Maar ik heb nog niets. Ik heb al iets. Maar hij heeft nog niets. Drie hits al. Maar hij moet nog een booster pack openen. Wacht, ik ben aan het maar het duurt extreem lang voordat hij die booster pack opent. Ik zal hem vooral op mij openen. Ik moet Charizard en Mewtwo nog openen. Hoe moet ik dat doen? Dus zo. En dan? Dat is mijn voorste. Alleen maar, ja, dan doet die kaart omdraaien. Die code weg. Dit is een goede code. Ja, maar het is bij iedereen een goede code. Ja. Dan 3. Bij iedereen een goede code. 3000 energie. Ja. En dan 2. Ja, het handvullen. Ik heb het al verneukt. Oké. Metapod. Jinx. Magmar. Ja. Coffin. Ja. Staryu. Ja. Ekans. Ja. Caterpie. Ja. Paris. Misty Smirliclin. Oh, oh. Ja, dat is een mooie. Ik haal een Evolutions. Je hebt nog juist met een Zapdos. Ik heb een Zapdos en Zapdos, een zo, Reverse top, Energy als gehad. Als Zapdos en Eevee zouden moeten vechten, zo... Zapdos winnen. Zapdos winnen. Elektriciteit wint tegen water. Ja, oké. Absoluut. Maar ik heb twee shines. Dat is dan niet bedenkt. Hij zit al gewonnen met je tinbox. Hij zit al break-even, zelfs meer waarschijnlijk. Maar hij heeft geen Charizard, hè? Maar dat maakt niet uit. Heeft de Queen nu schoon tinbox al? Charizard GX. Volgens Jens zoals hè? De kans dat hij nu een Charizard trekt is heel klein. Wow. Als hij dat hij al hits heeft. Ja. Maar dat weet je nooit, hè? Nee, dat weet je nooit. Maar ze biedt ook een doe maar voor. Doe maar voor. Koffing. Snake. Ja.
Nee. Cubone hier. Cubone, de mama is gestorven. Magic Car. Je brengt al heel veel pijn, dude. Ja, nee, Vermilion. Nee, Misty. Welke? Saiter. Cubone brengt heel veel geluk. Die brengt heel veel pijn, Cubone. Lapras. Oh. Dat valt niet op. Dat is niet goed, hè, jongens. Nee, want hij heeft. Ik moet toch wel één GX trekken, hè? Anders is het een verloren zaak geweest. Anders is het een verloren zaak. Anders is het een. Ja, ik wil Mewtwo. Spannend. Sta je dat, Clefairy? BAM! Oh, de Galissapod! Shiny Galissapod! Oh. Wow! Oh, zo doen wij packs op. Zo doen wij op ons YouTube-channel packs op. En de voort, hè? Ja, Jolteon, bam! Energy, Evolution. Farfetch, bam! Chansey! Chansey, ik heb maar ik ga wel liever dat je de kaart terug doet, hè? Nee, we doen dat niet. Dat is niet zijn beurt. Bam! Bro! Dat ze zot zijn, zij moesten nu nog iets zijn, hè? Graveler! Ja! Ja, dat is nog iets. Beeld. Dat is gelijk sad Cubone. En die zit ook zo. Straks gaat Jordi weer zijn arm kruisen. Ik ga een dubbele hit hebben. Dat jullie het vergeten. Ik ga een dubbele hit hebben. Ja, laat dat zien. Ja, oké. Wie is het? Aan mij? Aan jullie, hè? Ik heb nog maar één. Hier mocht er nu eigenlijk niets in zitten. Anders heb ik overal. Dat is wel zot dat die er ook nog een keer in zit. Want die zit er al in. Ah. Ja, maar dat kan nog. Dat kan. Alles kan. En zeker in een alles kan. Zal ik wel al verantwoord overnemen? Kan jullie weer afgedroogd, hè? Nee, ik heb niet. Ah, ik kan nog een Charizard zetten of de Mewtwo. Ik kan nog een Charizard krijgen, hè? Wat is dat? Ekans. Spannend. Eevee. Pikachu luck. Pika. Pikachu luck. Clefairy. Light Surgeon Strategy. Niet. Lapras. Energy. Jinx. Misty's Dimmer. Ah. Oh. Ja, ik zeg niet. Ik ga zielig afdruipen. Wat hadden nu eigenlijk op het einde nu? Oh, wat? Eén blink. De Galissapod. Kan een shiny Galissapod. Ah ja, die een shiny Galissapod. Ik wacht op jullie. Ja, allee, doe die een open. Want Jordi is vol spanning aan het wachten. Voilà, nu hoor. Kijk, ik ga expres op niks gooien. Je geluk gaat ook niet blijven. Ja, nee. Ja, maar ja, nu heeft hij hem getrokken, hè? Waarom raad je die energy? Is dat van een andere YouTube? Ik ga wel nog een Gyarados in, hè? Misschien heb ik daar iets in. Maar voort. Zijdelijk. Magikarp. Staryu. Voltorb. Magmar. Scyther. Prof. Oh! Een reverse water energy. Een Butterfree. Hé, maar overal een hit vind ik. Ja, overal een hit. En nu moet ik toch iets zijn, hè? Kaching. Magikarp? Ja. Q-dude? Ja, anders zit het zielig zijn. Hiepietje? Maar ik heb nog een Gyarados in. Anders is het zielig zijn. Mistietje? Center Lady? Sabrina? Whooper Shiny! Wow. Dat is toch wel cool? Goh. Ja, beter één Shiny, hè? We hebben toch wel een GX gedronken, hè? Dansje brengt geluk. Geen dansje brengt ook geluk. Allee jongens, zot! Ja, wij zijn nu gaan we zo zitten. Zo. Oh! En ik dacht dat niks ging hebben. Oké. Ik had gehoopt dat hij niet zat. Oké. Wie is er nu gewonnen? Laat de YouTube channel zelf beslissen wie gewonnen is. God. Ik heb één shiny Galissapod, maar ik ben de leukste. En zo heeft een shiny GX getrokken, een Wigglytuff en een Type-No. En Jordi heeft één GX-kaart getrokken. Dus een rainbow. En een shiny one. En een Wooper. Die Wooper is wel wijze kruisen. Hoppa. Ik heb een dubbel hit eigenlijk gehad. Jongens, bedankt om te kijken. Vinden jullie zijn gebaartjes niet leuk? Zeker 20 keer liken. Vinden jullie Jordi zijn getik op de doos irritant? 10 keer liken. Vinden jullie mij irritant? 30 keer liken. Ja. Ciao. Bye.